Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys, winkelcentrum Paddepoel en door Beleefstad Appingedam. Ja, zo staat hij geregistreerd. Oh, nou, hoeveel? 835 kilo. Dat is inclusief de bestuurder. Ja, kijk, hier, daar hebben we het al. En bedankt Jan hoor. Dan meneer. Dat klopt. Heeft u zo'n pas? Zo'n Beleefstad pas? Die? Van Brutjebe. Oh, auto's winnen. U heeft hem niet? Ik heb geen auto. Oh ja, blij dus van zo. Zo. Zeg jij de idioot ook even gedag, Wim? Jongen, 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 waar kun je nou zo'n muts van doen? Nou, kijk. Ah, in de blote kont. In mijn eentje, in mijn twee persoons. In mijn eentje, maar ik faal me. In mijn eentje, maar ik faal me. In mijn eentje, maar ik faal me nooit alleen. Hey! Snoer! Toen je te zien, jongen. Zeker, man. Hoe gaat ie? Nieuwe schoenen, hè? Ja. Stort ie gauw. Netjes, ja. Ik heb een maat groter ook. Ik heb kalknagels en dat doet zo'n eer als je... Kalknagels? Jee, je bent echt een oude lul, hé. Jij hebt overal adresjes voor. Heb je daar niet een adresje voor? Voor kalknagels? Ja. Hoe komt een mens aan kalknagels? Ja, dat weet ik ook niet. Waar komt ze er wel op? Het is een schimmel. Wat? Kalknagels, is een soort schimmel. Ik blijf even een beetje... Maar jij was net benieuwd naar de eend? Ja, nou ja, ik ben natuurlijk nieuwsgierig. Hoe gaat het? Nou ja, ik kom natuurlijk bij mijn leverancier niet elke dag voor onderdelen voor een eend. Dus ze waren wat... Ja, je moet je voorstellen, jongens zijn 22, 25 jaar. Die kijken mij aan. Wat? Waar heb jij het over? Geen idee. Dus. Geen idee. En ik heb er de nieuwe VG-pennen voor besteld, nieuwe remvoeringen voor besteld, nieuwe wielagers voor besteld. En als het goed is, dan komt het vandaag binnen. Nou, ja, spannend ja. En dan kunnen we deze week opereren. Dan gaan we kijken of deze eend naar die tijd nog weer een ei gaat leggen. Maar ik weet niet. Ah, ik denk het wel, ik denk het wel. Nou, dan gaat hij gaat natuurlijk fantastisch rijden straks. Ja, 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 ja. Ja, ja dit is natuurlijk, ik snap het wel, voor die jongens, dit is bepaald niet alledaags. Nee, 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 dan zijn er natuurlijk wel specialisten maar die denken, oh, ik ga je zo bij mijn huistuin en keuken, leverancier vragen, maar... Lelijk, 2CV4, wat is dat dan voor een ding, weet je, zo, ja. Nou, dit dus. Ik verheug me er zo op hoe die dan rijdt. En dan krijg ik een nieuw stuurtje, hè? Ja, een nieuw stuurtje, ja. Ja, goh, nou ja. Dat was het eigenlijk, Jan. Ik dacht, ik ga bij jou langs voor een update. Ik vergeet de vraag. Dan stuur je moet er ook een schapenvachtje om, om dat stuurtje. Ja. Zo'n schapenvachtje. Ja. Ja, doe dat maar. Ja, ik vind dat geweldig. Ja, ik ook. Lekker warm ook in de winter. Ja. En dan een ander. Nee, een deal. Ja, is goed. Karel Holdenhausen vroeg nog of jij last hebt van het spul wat zij in hebben gebouwd. Ik heb nee gezegd. Klopt dat? Ik durf de Karel Holdenhausen niet te zeggen dat ik er last van heb. Nee, want ik... Ik heb natuurlijk even in mijn vrije tijd met bewondering naar staan te kijken. Ik denk van, jongens, als dit het wordt, dan ja. Dit is wat, hè? Dit is echt wat, dit is echt... Dan ben je als ouderwetse automonteur wel uitgerangeerd. Dan ben je, nou, dat klinkt een beetje denigerend. Maar zo bedoel ik dat niet. Nee, maar je bent uitgeluld. Zeker. En dan ook nog kalknagels, nou dat weten we het wel, hè? Ja, nee. Alleen één ding, hè. Ik heb dat ding even nagetrokken. Maar dit weegt 835 kilo, zeg jij? Nee. Of wel? Nou ja, ik was daar benieuwd naar. Ik heb geen idee. Ja, zo staat hij geregistreerd. Oh, nou, hoeveel? 835 kilo. Dat is inclusief de bestuurder. Ja, kijk, hier, daar hebben we het al. En bedankt Jan hoor. Nee, ik zal wat afvallen, dat moet toch.
Mevrouw? Meneer? Is, wat ben u in Damster? Ja. Ja? Ja. Hoe is het om in Appingedam te winkelen en zo? Ja, heerlijk, gezellig. Heeft u ook zo'n pas? Ja. Echt waar? Jazeker. Vergeet hem wel altijd te scannen, maar ik heb hem wel. Ah, dat is zonde. Ja. Dus ja, u heeft dan de auto niet gewonnen? Nee. Nee, dat was iemand anders, hè? Ja, als je hem niet scant. Nee, ik ga hem wel gebruiken straks. Ja, echt wicht scan. Ja, ik ga scannen, Rob. Mooi. Ja, mooi. Nou, Gert. Ja, dat is hartstikke goed. Ja. Zomaar een voorbijganger die ook gewoon de pas wat heeft. Wat een flas. Ik dacht, ik doe even een proefje op de som. Want dit is Appingedam. Ja, dit is niet eens het mooiste, want Appingedam is natuurlijk mooi. In alle opzichten. En we lopen nu de winkelstraat in. Dit is Gert. Hoi. Gert de Groot. En Gert is voorzitter van Beleefstad Appingedam. Zo heet dat wat? Ja, de vereniging heet de Marketingstad Appingedam. En we hebben de pas, die heet de Beleefstad Appingedam pas. En die pas, die heet bijna elke Damster. Nou, wel heel veel. Elke Damster is misschien wat overdreven, ja, maar werken er natuurlijk wel aan. Maar hoeveel hebben we? Nu zijn er 5800 plus geregistreerde passen. Maar er zijn meer passen in de omloop. Niet iedereen heeft de pas nog geregistreerd. Dus dat moet dan nog? Ja, als je... Wat doe je? Hoe werkt die pas? Wat doe je dan? De pas, kijk, ik heb hem bij me. Heb je hem bij je? Ja. Kijk, dit is de pas. Ik heb de voorzitter staan. Zodat ik niet scan met deze pas. Van voorzitter, wint eigen auto. Dat klinkt niet goed in de krant. Maar achterop... Het is wel verleidelijk. Ja, dat klopt. Achterop staat een QR-code. En we gaan straks wel even naar de winkelier toe. En dan kunnen we wel even scannen. En dan scan je, dan ben je geregistreerd en dan verzamel je punten. En één keer in de maand houden we een loterij met die punten en dan kun je een vette prijs winnen. Deze dus, laatst een auto, 2 maanden geleden? Ja, 2 maanden geleden zijn we met de kick-off begonnen met een Hyundai i10 van Groenewold en Dijkhuizen. Hartstikke tof. Vorige maand hadden we volgens mij 20 horecapakketten met hoofdprijzen en subprijzen. Waar we weer een fantastische verhaal over zijn van dansers die uiteindelijk een keer lekker konden uiteten. Die dat normaal niet kunnen of niet doen. Want die punten die je verzamelt bij die winkels, dat zijn een soort loten eigenlijk, begrijp ja, ik dat zo? Ja, dat klopt. We zeggen, je spaart punten, zeg maar. Maar het zijn eigenlijk loodjes die je verzamelt voor de uiteindelijke loterij. En met die loterij, dus hoe meer je hem gebruikt, hoe meer kans je maakt op een prijs. Ja. Nou meneer. Dat klopt. Heeft u zo'n pas? Zo'n Beleefstad pas? Die? Van Brietjebeek. Oh, auto's winnen. U heeft ze niet. Ik heb geen auto. Oh ja, dat is van zo. Oh, dag allemaal. Leuk. Doet hij ook mee, speelgoedwinkel? De Marskramer en Intertoys doen mee, zeker. Dat is een, want hoeveel winkeliers en bedrijven doen mee? Nu doen er 83 ondernemers mee die lid zijn van de vereniging Marketing Startup Ingenam. En dus, zijn er alleen winkels? Nee, ook Lans van de Groot doet mee, Schone Wille en Te Harkel is ook een dienstverlenende bedrijf en die doen ook mee, omdat ze een goed hart hebben voor de stad. Oh, precies. Ja, maar als je een hypotheek sluit, dan... Kan je ook punten? Ja, 70. Oh, dan krijg je een hoog aantal punten. Ja, omdat je dat maar één keer in de zoveel tijd doet. Precies. Dus bij de Co-op en bij de Albert Heijn, waar je dagelijkse boodschappen doet, daar ontvang je 10 punten, zeg maar. En ga je meer naar de specialistische zaak waar je niet zo heel ver komt, dan krijg je meer punten. Want die punten zijn dus niet afhankelijk van wat je besteedt. Nee. Het is gewoon de winkel. Ja, het is een loyaliteitssysteem. Dus je bent loyaal aan het winkelen in Appingedam. En omdat je loyaal bent, wordt dat gewaardeerd door de ondernemers door het krijgen van punten. Ja. Nou, daar hebben we Marja. Ja, Marja. En hoe heet onze chauffeur? Sam. Sam? Sam Verstappen? Sam Verstappen. Ja, dat lijkt wel soms een beetje op. Yes. Wauw, wat een mooie skelter is toen, Niel. Ja. Marja is onze secretaresse toevallig van Marketing Startup Ingenam. Nee, echt waar? Ja, echt waar. Dit is echt toeval. Dit is echt toeval. Ja. Heb je pas bij je? Tuurlijk. Mag ik hem even zien? Ja, zeker. Huh? Controle. Ja. Ik heb net nog gebruikt. Dus het bleef van Appingedam politie is dit. Kijk. Kijk eens. Ah, tadaa. Daar is die. Heb je alles afgerond? Nee, helaas niet. Nee, nog nooit. Nee? Nee. Maar je doet het, we kwamen net een mevrouw tegen. En die zei, ja, ik vergeet altijd te scannen. Ja, dat heb ik ook. Ja? Ik ben nu bij 2 winkels geweest en ook wel gedaan, ander niet. Oh, ja, okay. Je bent die van je eigen prijzenvestiging. Ja, eigenlijk wel. Stom, hè? Ja.
alles heeft een gewenning nodig. Ja, je moet er even in komen. Maar eventjes, hè? Is die pas alleen voor dansers? Nee, helemaal niet. Dat is juist voor iedereen die Appingedam bezoekt. Nou wil ik die keuken zien. Ja, gaan we doen. Och, kijk, daar hebben ze. The famous hanging kitchen. Ja, die zijn echt wereldberoemd. Ja, voor Appingedam zeker. Ja. Voor mij, ik fiets er al 45 jaar langs. Voor mij is dat gewoon het Damster Diep en daar hangt maar aan. Je ziet er gewoon niet meer, hè? Nee, maar elke toerist of nieuwe bezoeker hier in Appingedam die hier komt, die is verbaasd over het middeleeuwse karakter van Appingedam. Ja, prachtig. Wij liepen zo net door de Dijkstraat. Dat is de winkelstraat van Appingedam. Ja. Hoe gaat het met Appingedam? We kunnen wel wat steun gebruiken van iedereen, zeg maar. Dus net als elke andere koopplaats in Appingedam, Veendam of een beetje verder uit de buurt Assen. We kampen allemaal met leegstand en dat we het moeilijk hebben. Dan is dit wel een geweldig plan. Ja, dus we zijn gewoon een initiatief gestart met Marketingstel Appingedam en waarvan de pas een middel is om samenwerking te bevorderen tussen de ondernemers, zodat we er weer bovenop komen. Waar gaan we nu heen eigenlijk? We gaan nu naar de Reachop. Oh, de boek. Oh, daar zijn we al. De boekenzaak. Dit is de boekenwinkel. Ja, van Edwin. Edwin Boelens. Ja. Mooi, Edwin. Goedemorgen. Heeft u een beleefstaat Appingedam pas, meneer? Nee, die heb ik niet. Ja, die heeft mijn vrouw. Oh, dat ja. Hebben we hier. Helaas. Wat zonde. Ja, jammer hè. Ja, want wat staat er deze maand op de prijzenlijst? Deze maand, dat duurt nog 1 week, kun je een woninginrichting winnen van Frankenstofferingen. Nieuwe vloergordijntjes. Echt waar? Ja, echt waar. Ter waarde van €2000, dus er valt wel wat te winnen. 2000, ach meneer, dat was hem geweest. Hij staat er op de tablet, kijk. Oh kijk, ja hier, tabletje. Als je nou, als je hem nou gewoon op je telefoon zet, die kaart. Dan heb je hem allebei bij de hand, altijd. Dat ga ik doen. Heel goed. Oh, dat kan ook? Ja, dat kan ook. Wat hier? Kijk, dat is goede reclame, heel goed. Hey. Dankjewel. Fijne dag. Ja, u ook. Ja, tot ziens. Emkie, ben ik een type voor een agenda? Volgens mij ben jij een type voor je mobiele telefoon. Ja? Maar ik zou na het werk misschien eens een keer een boekje gaan lezen. Lekker relaxen. Oh, dat zou wel wat wezen. Hey, heb jij een pas voor mij? Natuurlijk heb ik een pas. Maar heb je hem nog zelf niet? Nee. Dat verbaast me eigenlijk een beetje. Ja, nou ja. Ik ben natuurlijk geen damster. Maar nu ik al die vrouwen die pas in een auto win, dan moet ik... Ik kom dus wel geregeld. Als jij nog nieuwe gordijnen nodig hebt, heb je hier alvast een pas. Ik wist niet dat het mocht. Tuurlijk. Maar ik mag dus gewoon als stadje ook zo'n ding hebben. Kijk eens even. Mooi is hij toch? Dan ga ik nu even uitzoeken. Want ik moet wel wat kopen. Ja, het voor de pas. Wel. Nou heb ik die pas, maar wat moet ik nou doen? Hoe weet jij nou dat ik dat ben? Nog niet, want het is nu gewoon een pas waar waar kun je ook zien. Er staat een uniek nummer op. Ja? En dat unieke nummer moet je even koppelen aan je eigen gegevens. Dus wat je doet is, er staat hier ook, ga naar www.stadappingedam.nl. Daar vind je een button registreer, daar klik je op en dan vul je je nummer in. En dan daarna ga je naar je account en vul je gegevens in. En op het moment dat je bent geregistreerd, doe je mee met de prijzen. En dan kan ik ook zelf bijhouden hoeveel punten ik heb? Jazeker. Dat kan ook iedere keer nadat je scant, komt er ook een beeld hoeveel punten dat je al hebt. Ja, ik denk eerlijk gezegd, Edwin, dat het dat moet worden. Een scheurkalender voor Puk, mijn dochter. Oké. Okay. Dan is een Donald Duck denk ik het beste, hè? Hoe oud is je dochter? 10. Dat lijkt me dan een goede keuze. Ja, maar nou een ranzige Dirk Jan te geven. Nee, dat weet ik niet hoor. Nee, hè? Maar over een paar jaartjes misschien. Ja, dan doen we nou nog gewoon een Donald Duck. Zo. Nou, dan ga ik deze even bij jou afrekenen. Heel goed. Ik ga even snel mijn pas registreren, kan dat? Ja, dat kan. Ga ik eerst even doen, want anders heb ik niks aan dat boekje. Ja, heb ik wel wat aan dat boekje. Nou, maar ik wil ook meteen punten. Je kunt beter je kunt altijd punten verzamelen. Dus na een aankoop scannen en gewoon lekker thuis, relaxed, registreren. Oh, dat hoeft niet nu. Nee, die punten die blijven er wel op staan. Oh, die staan gewoon op de pas? Ja. Oh, nou dan hoeft dat niet, ga ik lekker thuis registreren. Ja, dan dus heb ik hier een pas en hier mijn pinpas. Het werkt eigenlijk heel simpel. Er staat op het scherm het knopje start. Dan neem je de pas. De QR-code op de pas die moet zichtbaar worden via de camera op het beeldscherm. Nou heeft hem al gezien. We drukken op next en je eerste 10 punten staan erop. Ja. Dat is toch
We hebben hier op kantoor gebruik bij kabels en zo van anderen. Ja, dat moet natuurlijk niet. Dus dat is een tijdelijke oplossing. Maar kijk eens. Tada! Kijk eens. Kabeltrekkers. Zeker. Mooi. Nou. Dat gaat lekker, hoor. Jazeker. Ja, je hebt een mooi weer, Bie. Nou, niet echt. Jongen, ja. Jongen. Oh, dit is nog wel een klusje zelf. Nice. Ja. Ik dacht, oh, die komen even een kabeltje trekken. Ja, dat doen we wel. Doe wel alles open. En dan sluit je hem daar op straat aan of zo. Nee, daar ligt een ribbuis in al. Oh, oké. Okay. Uit op mijn kastje. Nou, ik doe het opgegaan. Oh, dat heb je al gedaan? Hij is heel door de buis heen. Oh, kijk eens, wat knap werkt, ja. Ook gedeeld is klaar, dat betreft. Nou, gelukkig maar. Dit doen jullie elke dag? Elke dag weer. Oh, met dit weer dus. Ga gewoon door. Gadverdarrie. Weer en wind. Wordt het er dooi bij, of nou? 60 normaal. 60 centimeter? Ja. Oh, dat is nog best een stukje. Hier hebben we pech, want hier is de puin in. Oh, er zit nog een puin in? Ja, dat kraan bij ons verschil. Nou, ik kom straks even weer kijken, goed? Dat is goed. Als je koffie wil hebben, koffie? Ja, ik heb net gehad bij de buurt. Oh, heb je al gehad? Ja, vanmorgen op jullie. Dus. Oh, wat goed, dat gaat mooi. Nou, we zullen jullie goed verzorgen. Wist je hoor? Ja, wie ben ik hoor? Echt hoor? Jazeker. Doe eens de idioot van stel? Ja hoor. Versloten of? Ja, sowieso. ik ga even checken. Ja, is goed. Maar dan heb ik hem overtrilden. Ja, troepeloos gepakt. Overtrilden? Ja, troepeloos. Houd op jij. Goed dat die troepeloos. Nee, ik zit hier. Nee, dit is een kans. Nou, dat was een rappe actie. Wordt het ook zo? Is het trilploos stuk? Ja, wat me los. Ach ja. Dan even terugkomen op het plaatje. Nou, heb je nou nog zo'n put of niet? Daar niet meer. Nee, hè? Het is wel klaar zo. Daar is wel weer klaar. Hey, ja, heel erg bedankt. Heel erg, veel plezier ermee. Dankjewel. Nou, we hebben televisie. Het goed is wel. Joehoe! Mooi. Hoi. Zo. Zeg jij de idioot ook even gedag, Wim? Jongen, 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 waar kun je nou zo'n muts van over? Nou, kijk. Ah. Ach, in de blote kont. Zet hem op, jongen. Ja, ga. In mijn eentje, maar ik faal me. In mijn eentje, maar ik faal me. In mijn eentje, maar ik faal me. Noorderland.